Dag mensen, daar zijn we dan weer. Stappenbeeld Concept Store Apeldoorn. Zoals je gewend bent, ons wekelijks film over nieuwigheden, activiteiten van de firma Stappenbeeld. Wat ik toch even eerst naar voren wil halen is het Test de Best event. Specialized organiseert op meerdere plekken in Nederland Test de Best events. Daar kan jij jouw eigen fiets die jij zou willen hebben, de Tarmac, de Epic, de Roubaix, de Turbo, kun je testen in een geweldige omgeving. Je wordt als VIP behandeld. Je kan je daar nu nog voor inschrijven. 6, 7 april is het in Havelten. Het is kort dag, maar er is nog ruimte. Dus wil jij je meest favoriete fiets testen? Schrijf je even in via onze site of via mail, via telefoon. Dan komt het helemaal goed. Dat is een erg leuk evenement. Goed, het mooie weer komt eraan. Dus ik denk, laat me maar eens even in een nieuw tenuutje steken. Nieuwe zomerkleding is binnen. Die maakt plaats. De winterkleding maakt plaats voor de zomerkleding. Een schitterende, mooie collectie. Ik weet niet, kan de cameraman heel even naar. Zonder te veel te bewegen, cameraman. Mooie collectie, nieuwe kleuren. Daar ben ik altijd weer vol mee. Zomershirts, broeken, sokken. Alles is weer voorhanden. En toch komen er toch nog iedere keer nieuwe producten. Van Specialized. Ik heb hier het torksleutel. Die hebben weer verschillende aanhaalmomenten. Verschillende bitjes. Daar kun je mee spelen. Kijk, zijn er drie verschillende kleuren. Verschillende hardheden qua aandraaien van de schroefjes en de boutjes. En zijn set kost 59,5. Dus dat is ook niet al te duur. Hele mooie goedkope oplossing. En mag niet ontbreken bij de fanatieke sleutelaar. Het volgende item is een stuurpenkap. Nou, je weet dat over het algemeen de meeste sturen vol zijn met kilometertellers, navigatie en fietsbel, toeters en bellen. Nou, wanneer jij een Specialized stuurpen hebt, clip, kun je de voorkant vervangen voor een clip waarop de Specialized computer gemonteerd kan worden. Toch weer een leuk item. Nou, nu het weer wat beter wordt, neem ik aan dat de triathlon mensen hun favoriete shift weer gaan bestijgen. Ook Specialized is daarin sterk. Ik denk een van de mooiere fietsen in combinatie. Ik wijs toch even wat aan. Aerodynamisch, maar ook ruimte voor het drinken. Super strak geheel. Ik heb ze in verschillende maten kleurstellingen staan. Waar Specialized ook sterk in is. Ze hebben toch een eigen Specialized triathlonzaal gemaakt. Wat korter, zodat je wat efficiënter kan komen te zitten. Wat korter boven de trappas of zelfs daarvoor, wanneer nodig. En morgen komt de helm van Specialized, de McLaren tijdrithelm, komt binnen. Houd er even in de gaten, we gaan er even iets over posten. We zijn er, in de Benelux zijn er 10 stuks, we krijgen er 2 binnen. Die zijn morgen binnen, de McLaren tijdrithelm. Echt een uniek item. Dit is het verhaal. En vergeet even niet, vrijdag, lunchride gaat gewoon door. Ondanks het weer, het is natuurlijk al winderig, maar het begint langzaam wat aangenamer te worden. De groep wordt wat groter. Erg leuk om mee te gaan, gezellig. Tot volgende week.